Dit is Maritime Platform 2021. Vandaag en morgen praten we u bij over de laatste ontwikkelingen in de maritieme maakindustrie. In de hele wereld moet een verduurzamingsslag plaatsvinden. Ja, die krachten van die familiebedrijven die bundelen zich, innovatief willen zijn, hoge kwaliteit willen leveren. Nou, vandaag en morgen vindt hier achter het Maritime Platform plaats. Dat is een evenement van NMT en Schuttevaar. En dan halen we de maritieme maakindustrie en de maritieme sector als geheel bij elkaar. En praten we over de ontwikkelingen in deze business. En dat zijn er nogal wat. Want als het gaat over verduurzaming of alternatieve brandstoffen of de rekening van de crisis. Het zijn allemaal uitdagingen waar onze lezers en onze kijkers mee worstelen en op zoek zijn naar antwoorden. En vandaag gaan we met hun en heel veel specialisten in gesprek en zoeken we antwoorden op die vragen. Nee, de subsidiemogelijkheden worden zeker niet ten volle benut. Nou, zoals het eruit ziet, zullen we een mix van brandstoffen naast elkaar zien in de toekomst. We hebben 1,7 miljard meegekregen om te investeren. Ja, het allerbelangrijkste wat ik hier eigenlijk uithaal is dat onze industrie alive and kicking is. En dat we dat ook aan iedereen kunnen laten zien. Dat er meerdere mogelijkheden zijn voor funding om je duurzaamheidsdoelstellingen te halen en ook op nieuwste schip te kunnen kopen of te kunnen financieren. Ik vond het René hartstikke leuk deed, het interview. En ik hoop dat er veel reacties op komen.